De gebruikersruimte voor drugsverslaafden aan de Van der Vennestraat in de Haagse Schilderswijk sluit nog dit jaar. De ruimte kan dicht omdat de meeste bezoekers inmiddels zorg krijgen en een dak boven hun hoofd hebben. De verslaafden die nog wel afhankelijk zijn van een gebruikersruimte kunnen voorlopig terecht op het zieke. Die zal pas in 2013 haar deuren sluiten. De dodelijke slachtoffer van een ongeval dinsdag in het Gelderse Beekbergen blijkt een 62-jarige man uit Zoetermeer te zijn. De vrouw van de omgekomen man en 4 inzittenden van een andere auto raakten gewond. Volgens ooggetuigen botste de auto van de Zoetermeerder op een tegemoetkomende auto. Het ongeluk zou veroorzaakt zijn door een inhalende vrachtwagen. In Pijnakker heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed in een jongerencentrum. Het vuur brak uit in de keuken op de 2e etage van jongerencentrum De Trucker aan de Stationstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op het strand van Scheveningen is tijdens graafwerkzaamheden een granaat gevonden. De explosieve opruimingsdienst werd ingeschakeld om het projectiel op te ruimen. De omgeving werd afgezet, maar uiteindelijk bleek het om een lege huls te gaan.